masculine energy. Yeah. A femininity, boss bitch vibes. Are you intimidated by me? Now peeps, we zijn helemaal ready. Or the lower belly area, again, it depends on contraction capacity, but like... Nou, wij gaan lekker eten. We komen van het consult. We hebben super veel honger, dus we gaan even eten. Het ziet er heel leuk uit. There she goes. Hello stranger, spin a minute. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Nou, zoals jullie weten, als je de vorige vlog hebt gezien, zijn wij in Turkije, Istanbul. Hello. En ja, we zijn eigenlijk niet zo lang wakker. We zitten nu te ontbijten. Ik weet niet wat ik van het ontbijt moet vinden. Het is wel gewoon oké. Ik laat het jullie even zien. Er is niks mis mee, maar ik heb wel beter ontbijt gehad. Wat vind jij? Ja, ik ook wel. Ja, ik ben best wel moeilijke eter, dus ja, moeilijke. Ja, ik ben echt een moeilijke eter, klopt. Maar ja, ze hebben wel prima, maar het is ja. Even wennen, denk ik. Ja, denk het ook. Ik denk over een paar dagen. Ja, precies. Ja, dus kan ik echt wel voor een weekje gewoon eten, hoor. Geen probleem. Ik zie ook dat ze yoghurt hebben en zo, dus ja, ik ben ook echt van de yoghurt. Ja. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, pieps, we zijn helemaal ready. We zijn helemaal klaargemaakt en we gaan zo meteen naar onze afspraak. We hebben zo meteen een afspraak, dus... Dan moeten we om 12 uur beneden zijn. Hallo, Shamika. I'm meeting you right now. That's great. Yeah. Me too. So, how was the trip? Yes, it was fine. Yeah, all right. So, the hotel also good, everything. That's alright. You're here for 360 LiPo and BBL. Yes. And recommended maybe a tummy tuck, but you're not thinking about it right now, I guess. Yeah, I don't want a tummy tuck right now because I have a son who's 1 year old. Oh, all right. So I need to take care of him. Exactly. Okay, all right. What I'm going to do, I'm going to go through your form first, form you filled in online. Yes. And afterwards you go in, you take off your clothes. Yes. I come, we talk over what we can achieve over your body. Okay. I take your photos, we come back here and I tell you the details about the operative process. Okay. All right. Yes. See, what I'm doing with liposuction is move the fat between skin and muscle, okay. Or skin and bone. All right. Yes. So in this way, I reveal your underlying muscles and bones in a better way. Mm-hmm. And your inner waist, like the muscle here, is here. Right? Yeah. So after lipo, you will achieve like this thin waist here. Okay. Right? And normally I do high definition, but in your case, if I do the high definition and if you get a tummy tuck later, mm-hmm. I'm not sure how it's gonna look. Alright? Okay. I can still do light definition or, you know, levels of definition. Yes. Like one is subtle, the other one is moderate, and the other one is the extreme, like high definition. Yeah. So we can do a subtle definition. Yes. So you won't end up with just like a flat belly. Yeah. You'll have some grooves and shadows of the muscles. But I will do a moderate or an extreme on a patient that would most get the most benefit out of the contact. Okay, right. Yes. And also, I'm going to do some lipo for this area. Yes. And it's going to make you end up with a better cycle cleavage here. Okay. Okay. Yes. And let me just one last time. Okay, can you do like this? Yep. And try to get up, crunch. Okay, get back down. Again. Right. Nou, wij gaan lekker eten. We komen van het consult. We hebben super veel honger, dus we gaan even eten en dan even chillen. En dan gaan we lekker sporten. Yes. Lekker doen. Ja. Zwemmen daarna. En zwemmen, gezellig. Heerlijk. Eet smakelijk. Nou, we zijn in de gym en wij gaan... Nou, in ieder geval, wij gaan lekker gymmen en dan gaan we lekker zwemmen, zoals jullie daar kunnen zien achter. En ja, dan was het gewoon weer een chill avond, want morgen is de dag. Dan heb ik opeens weer.
Het ziet er heel leuk uit. We zijn nu bij de rooftop. En dit is de view. Ja, yeah, I like it. Nou, we zijn bij zo'n mall en het ziet er zo fancy uit. Like, oké, okay, I'm down for it. En daar is sushi. So, ja, yeah, we gaan sowieso naar sushi kopen. Ik zei tegen Jenny van gaan, we gaan. Peeps, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag. En ja, we hebben eigenlijk helemaal niet verteld hoe zomaar in Turkije zijn, want we zijn hier wel met een doel. Lisa gaat haar lipo BBL doen en ja, vandaag is ook de operatiedag. Girl, yes. Is het spannend? Eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik heb er echt zin in. Ja. Ik heb zo lang gewacht. Mm-hmm. Inderdaad. Dus ja, ik heb er gewoon echt zin in, man. Klopt. Ik kan het gewoon niet meer wachten. Nee. Ik doe gewoon dit zo op. Vanochtend we werden wakker. Ze zei, nee Machinifa, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ze stond op, ze begon te springen. Ze begon te zeggen, ja dokter, teken. Ze is helemaal klaar mee. Dus zij is echt ready. Ze is niet eens zenuwachtig. Ze heeft wel gewoon gezonde zenuwen, zeg maar. Gezonde maar, spanning. Ja, gezonde spanning, maar... Ze is er gewoon helemaal klaar voor, dus... Ja, man. Maar ja, misschien dat ik zenuwachtig word als we echt in het ziekenhuis zijn. Ja, wanneer je begint te tekenen of zo, dan hit het je of zo. Oh my god. Ja. Oh my god. Ja, man. Maar voor ja, nu, nee, voor nu niet. Ik ja, heb gewoon zin. Ik heb ook gewoon zo lang research gedaan. Klopt. Ze is echt ready. Ze heeft echt de huiswerk ook gedaan. Ja. Bij haar kan je ook echt voor vragen zijn en zo. Ze weet echt heel veel. En zij heeft ook het hele proces gevlogd. Ik heb eigenlijk alleen, ik vlog alleen hoe ik haar ondersteun, wat daarvan, hoe ik dat heb ervaren en zo. Het zijn gewoon echt hele haar journey, dus binnenkort staat haar vlog ook online op haar YouTube kanaal. En dan kun je haar journey ook gewoon helemaal volgen, voor de mensen die dat interessant vinden. Maar ja, na de operatie, vertel eens hoe dat gaat. Vanaf 9:30 vandaag niet meer eten. Mm-hmm. En dan mag ik nog ook niet drinken. Klopt, ja. We worden zometeen opgehaald door Simmer. Mm-hmm. Dus een Twentse vrouw. Onze taxi eigenlijk ons over naartoe brengt. Ja. Die gaat ons dus naar het ziekenhuis brengen. Mm-hmm. Daar ga ik dokter Mang nog een keer ontmoeten. Mm-hmm. Gaat hij kijken of ik nog vragen heb. Mm-hmm. Want ik moest een aantal dingen natuurlijk kunnen tekenen. Ja. En goed doornemen, goed lezen. Mm-hmm. Maar ik zeg jullie eerlijk, ik heb alles gelezen. Maar ik herkende alles al. Ik ja, zij is er inderdaad. Gedaan. Mm-hmm. Dus er is eigenlijk, staat er niks nieuws in voor nee, mij. Nee, precies. Dus ja, zometeen worden we dus opgehaald. Dan mm-hmm, gaan we de dokter toe. En dan kan ik nog een aantal vragen stellen. Ja. En ja, dan is het tijd, man. Ja, zeker, dan gaat zeker. Body, gaat hier op mijn buik tekenen, mm-hmm, hoe moet het zijn. Mm-hmm. En dan is het tijd, mensen. Ja. Yeah. Ik kan gewoon niet meer wachten. Nee. Ik snap het, ik snap het. En wij blijven dan ook na de operatie één dag in het ziekenhuis. Dus yes, ja, we hebben niet veel mee. Dus echt alleen een tas en wat drinken. Ja. Want ze moeten wel echt water blijven drinken en zo. Dus ja, we hebben best wel veel water mee. En ja, het is super spannend. En we krijgen vanavond krijgen we ook eten in ja, het ziekenhuis. Dus klopt, we hoeven geen eten te bestellen of klopt, te kopen. Klopt. Dus we krijgen ja, na 3 uurtjes of zo ja, mag ik eten. Dus dan ja, krijgen we gewoon ons avondeten. Ik hoop dat iets goeds is. Ja, same. Mensen, ik hou echt van eten. Ja man, same. Besef, ik heb nu al honger. Ja. Zo weinig is dan, ja. Ja. Misschien ben ik gewoon gierig. Ja, nee, ik heb ook ik gewoon eten. Ja, ik snap je volledig. Maar ja, mensen, dus ja, we wachten op Semma. En ja, en dan gaan we naar het ziekenhuis. En don't mind the hair. Ja, dat heeft ze gewoon voor gemak natuurlijk. Als je gaat opereren, weet je dat je hele gezicht met je haren ervoor. En ook geen klitten en zo, dat nee, weet je ook niet. Het is gewoon de beste stijl om je haar als je onder een operatie gaat, zeg maar. Nee, maar ja, jullie zien me later weer. Doei! Nou mensen, we zijn net in het ziekenhuis aangekomen en hier gaat, hier gaan we slapen volgens mij. Somebody's happy. Ja, hier gaan we slapen, want ik denk, je wordt hier sowieso niet geopereerd, denk ik. Nee. Maar ja, hier gaan we dus slapen, denk ik. Maar ja, ik laat jullie even een kleine roomtour zien. Het is zeg maar waar we ja, kunnen poetsen, kunnen douchen en zo. Denk het, Jelisa, hè? Because we don't know, hè? Ja, ja, denk het. Waarom maar echt!
Maar ja, we zijn er in ieder geval in het ziekenhuis. En maar hoe voel jij je eigenlijk? Ik voel me ook best wel spannend. Ik heb ook veel spanning, omdat ik weet niet eens. Ik ben meer gespannen dan Jelisa, jongens. Zij wordt nu wel gewoon... Dus zij krijgt wel een beetje zenuwen, want zij gaf me net aan. Ja, want ze moest net... eerlijk blijven. Ja, precies. Hallo. De procedure gaan beginnen, jongens. Ja. Ik laat je wel even zien. Ja. Let's be naked. Oh no. This is preventive thrombosis and you will be discharged for 10 days post-op. 10 days, right? 10 dagen vanaf vandaag, hè? Ja. From today, 10 days, right? From today, ja. Okay. During the surgery also you will wear it. Time for okay, so the only thing is that I have like small... Oh, you have them, yeah. So to pick me, I need the smallest... needle. Okay. Or right. Else it's gonna be. Şeyde kanalı kendileri zorlamışlar. Yeah. Okay. She's the head of the nurse. So. Yeah. No, but in the Netherlands, I have the same thing. It takes them too long, and I need to do here and here. Let's pray. Yeah. Exactly. How does it sound like? Nice. Yeah. Not weird. No. Nice. I will. Ik kijk niet hoor, ik film maar ik kan niet. Ja, ik kan het ook niet aankijken. Oh. Okay. 2-3. Hayır, 5'te de o bir daha. Yaptırıyordu. 5'te de bir tane lansiyonuz vermişsin. Şöyle yapalım. Kaç kilo alacaksın? Beşimiz bitince alacağız. Başarısını alacağız. Bir şey kaçın. Oynuyor mu? You thought so. Sorsuru mu kapısını atalım? Do you want me to make a face? Yeah? Be like you can see. Ah, for this arm? Yeah. No, stay like that. Boy, I can also smell me. What was your height, so that's all? The doctor was checking. He was checking with me. 170? No, it was 167? On video? Right? 167? My height? Yeah. Not your weight, your height. Yeah, my height, yeah. It's almost 170, but not... so I think 169. Okay. Something. Yeah, like that. And your weight was? That was 64.5. Yeah. I remember now. Yeah. What happened? What happened? No. She's talking about like she went inside but couldn't move afterwards. I know. But tell her she don't need to worry because this is, I have it every time, it's not her. But the nurses, you know, always like that. I know, but it's not about her. Tamam. It's not about her. Do some pressure? Yeah. For pregnancy? It's not her. Always, yeah. I know. Yeah, last time I needed to do this, I had somebody who was... Some nurses always feel bad when they cannot do that. Yeah. It's like... They're thinking on, yeah, I need to do that. Yes, yes. You said you don't have any energy? No. No. Did they do any blood transfusion? No. No. Okay. You smoke, yeah, but I did. You quit. Yeah. 3 weeks before you quit. Before that, you were smoking how many cigarettes in a day? More than one package? No. 10? 15? Something like that. 10 to 15, I'm writing. But not one pack in one. No, because 15 is almost a whole package, eh? 20. In here, 20 is package. Yeah, we too. Yeah. We have 20, so it's not you 15. Have 42, right? I've seen some 40. Big, yeah, we have big one and small one. Yeah. So maybe that one is not whole. And alcohol? Vanessa? Alcohol I did just sometimes when I had the party. Occasionally? But not, yeah, no.
AB. AB plus F, yeah. Yeah, yeah. Okay. Here, name, surname, and here, signature. Kalim Nabraks, my last name, too. Shubraki. Yay! And date. And time. Yay! Thank you. Yay. A lot of paperwork. Mm-hmm. But you missed some spots in here. Yes? Yeah, I didn't sign yet. I was needed. Because I didn't know where. But under every page. Yeah, it's the same. Yeah, exactly. So, in here. And also, end of the BPL consent form, we need to write either you want minimum, medium or maximum amount of fat placed in your bum. What will be your choice? Oh my god. This what? Yesterday I remember that you talked with the doctor. Yeah, you want natural, but do you remember what doctor told you? It will be not possible to turn into a Kardashian or Nicki Minaj. Yeah. But he also said it's not possible. The first time. Yeah, the first time. So I remember that he said it's better to choose like maximum amount of fat, mm-hmm. So it will be natural anyway. Yeah. Yeah. And also, structural, mm-hmm. you don't have that much elasticity on the bone. True. So it will not take that much anyway. Okay. All right. Please. If you are not sure, if you are not sure, you can just choose medium to maximum, medium slash maximum. Yeah. Maximum means as big as possible, but medium to maximum. Het begint te stressen, hè? Ja. Dat is die dingen die, waar je heilig van gaat worden. Thank you. Oh my god. Je gaat ook gelijk. Oh. Hey girls. Bye. Ja, yeah, succes. Ik ga nog van je binnen. Ja, zeker. Oké. Okay. Doei. There she goes. Masculine energy. Yeah. A femininity, boss bitch vibes. Are you intimidated by me?